Okay. Shortcut Fight News. Vandaag bij Hemmersheim in Breda met Brahim Kalla. Hoe is Brahim? Ja, goed. Dankjewel. Long time no see, vertel. Tijdje geleden, ja. Een beetje verstopt hier in Breda. Zit hier al denk een jaar of tweeënhalf jaar. En het gaat goed. Want jij komt van Hemmersheim Amsterdam? Yes, het, bij Hemmersheim Amsterdam, maar dat is er nu niet meer. Dus we zijn doorgaan naar Breda. En vertel even, wanneer was je laatste partij? Ik heb laatst een toernooi gevochten, een achtmans toernooi. Dat was in november. En daarvoor was het bij Glory. En dat zijn eigenlijk mijn laatste twee partijen. Infusion in Arnhem. Heb je dat toernooi gewonnen of niet? Ik heb de eerste partij in de eerste ronde, tweede ronde gewonnen. Tweede partij ook, alleen die laatste was een beetje, ja, vond niet terecht, maar... Als je hebt in de finale verloren? Ja. Oké. Okay. En je aankomende partijen staan ook iets over bekend? Komen wat leuke dingen aan met Nick samen, maar we zitten even af te wachten. En je had het al over Glory, je hebt al eerder bij Glory gestaan, is er nog kans dat je... Ja, in de arena, dat was mijn eerste Glory partij eigenlijk. En nog kans dat je nog bij Glory gaat? Ja, ik zit even met Nick, maar komen wel hele leuke dingen aan. Dus we zitten het even af te wachten. En jij woont in Amsterdam? Ja. Dus jij komt van Amsterdam naar Breda? Ja. Jij bent een broer van Aziz Kalla, toch? Ja. Hoe is het met Aziz? Ja, gaat goed. Waar traint Aziz nu? Die zit bij Lucien. Die is bij in Kabi Amsterdam, gebleven. Ja. Oké, okay, is nog nieuws over hem? Ja, tot heden niet echt nieuws, maar ik denk dat er ook wat voor hem binnenkort wat leuks aankomt. Het nieuwe jaar, heb je nog nieuwtjes of scoops? Nee. Nee? En je social media, moet je die in de gaten houden, je bent rustig? Ja, komen we af en toe wel wat leuke dingen op social media, dus... Hoe kunnen je volgen op social media? Instagram, Brahim Kalla, daar kun je alles gaan volgen. Ik ga hem doen, hè. Dank je. Dankjewel.